je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, dit keer gaan we een lapje niet van links naar rechts haken, maar we gaan hem haken van binnen naar buiten. Dit is een granny. Een granny square, oftewel een grootmoeders vierkantje. Een superleuke steek om te haken en ik ga jullie er lekker in meenemen. Heel veel plezier! We starten met het haken van een 3 losse boogje. Dus 1, 2, 3 en die sluiten we als een boogje. Dat is het begin. 3 lossen. En dan gaan we in het boogje verder werken. Nog 2 stokjes. 2 lossen, 3 stokjes, de begindraad gaat mee, 1, 2, 3, 2 lossen, 3 stokjes, 1, 2, 3, 2 lossen en nog een keer 3 stokjes. 1, 2, 3, 2 lossen. Ik zal even ietsjes meer inzoomen. Dan gaan we een half vaste haken. In de derde losse van het begin. Kijk, nou heb je de basis af. Dus met de eerste 3 lossen erbij, die telt als 1 stokje, heb je 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen en gesloten met een halve vaste. Dat is de basis. Nou, we gaan even met halve vaste naar het hoekje toe. Zo, 3 lossen, is weer het eerste stokje. Nog 2 stokjes ernaast, zodat je 3 stokjes krijgt. 2 lossen, in hetzelfde gat nog een keer 3 stokjes. We slaan die 3 stokjes over. En we gaan in het volgende gat weer 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes haken. 2, 3, 2 lossen, 1, 2, 3. Slaan weer die 3 stokjes over en gaan weer hetzelfde doen. Twee lossen. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 2 lossen. 1. 2, 3 en we sluiten hem weer in de derde losse aan het begin van je toer. Nu heb je dus in ieder hoekje heb je groepjes van 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. En nu wordt het al een mooi vierkantje. Nou, we gaan weer met halve vaste naar het hoekje toe. Dat vind ik zelf de mooiste methode. Je kan het op allerlei verschillende manieren doen. Nou, wat we nu gaan doen is de hoekjes weer net als net doen. En hier in het tussenliggende gat, hier ga je 3 stokjes haken. En dan in het hoekje weer 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. Starten met 3 lossen, dat is het eerste stokje. Nog 2 stokjes eraan. 2 lossen. 3 stokjes.
weer 3 stokjes in dat gat, dus 3 stokjes, dus niet de combinatie van 3 stokjes, 2 lossen. Hoekje weer 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. Twee lossen, 3 stokjes. En 3 stokjes ertussenin. Hoekje, 3 stokjes. 2 losse, 3 stokjes. Tussenin 3 stokjes. Hier weer 3 stokjes. En we sluiten weer met een halve vaste. Nog 3 halve vaste erachteraan om naar het hoekje te klimmen. En we zijn weer een toer verder. Je thee tussendoor. Nou, we hebben nog eventjes te gaan, zoals je ziet. Maar hij groeit lekker iedere toer. Daar gaan we weer. 3 lossen. Twee lossen. Drie. In ieder gat ertussen weer 3 stokjes. In de hoek 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. Twee lossen, want ik zit weer op een hoek. Dit zijn van die vierkantjes die heerlijk weghaken, vind ik. 3, 2 lossen, 3 stokjes, 3, in die 3 punten, of in die opening weer 3 stokjes. En in de volgende ook. En we sluiten weer met een halve vaste. We klimmen weer verder naar het hoekje, want hij is nog niet groot genoeg. Al gaat hij wel enorm snel, zoals je ziet. Ik heb altijd even mijn basislapje erbij om de maat te passen.
Die heb ik nog niet geblokt. Heel veel andere lapjes heb ik al wel geblokt. Nou ja, we gaan gewoon weer verder. In elke tussenopening 3 stokjes, in elke hoek 3 stokjes, 2 losse 3 stokjes. Twee losse. Nou ja, je kan dit lapje natuurlijk ook variëren door elke toer een ander kleurtje te geven. Of de oneven toeren één kleur te geven en alle tussenliggende toeren een ander kleurtje. Ja, allerlei leuke varianten zijn erop te krijgen, te maken. En dat maakt deze steek ook zo leuk. Hij wordt veel in dekens gebruikt, als vierkantjes. Maar je kan er ook gewoon een grote deken mee maken. Ja, je kan er van alles mee. In kleding wordt het nog wel eens gebruikt. Knuffeldoekjes, dat je dit vierkantje als basis gebruikt en dan hier in het midden een hoofdje van een figuurtje plaatst. Nou, ik gok dat er zo nog één rand omheen moet. Ja, er mag nog één randje omheen. En dan is die alweer groot genoeg. Nou, die gaan we ook nog even doen. Ik blijf dit garen, de soft fun van scheepjes, fantastisch garen vinden om mee te werken. Lekker zacht, wat dikker. En deze denim versie, die vind ik helemaal leuk, omdat die iets gemalleerd is. Waardoor je lapjes toch nog weer wat meer een speels uiterlijk krijgen.
Nou, heb jij nou een bepaalde steek die je heel graag terug wilt zien in de deken? Stuur me gerust even een berichtje en ik kijk of ik hem kan verwerken. Zo heb ik al heel wat aanvragen van steken verwerkt in de deken en dat vind ik gewoon heel erg leuk. Nou, ben ik alweer aangekomen bij het eind. Hier sluiten we hem weer met een halve vaste. Oh, als die wil. Ik heb alleen mijn schaartje niet bij de hand nu, dus ik kan even mijn draad niet afknippen. Kijk, zoals je ziet heeft hij de goede maat gekregen, zeker na het blokken. Komt het helemaal goed. Weer een leuk lapje af. Ja, ik hou wel van die crannies om te haken. Dit is echt een basiscranny en hier kan je weer allerlei varianten op doen. Nou, ik vond hem weer leuk om te maken. Ik hoop jij ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.